Inmiddels was Hitlers rijk dat zich eens had uitgestrekt van Stalingrad tot aan de golf van Biscayen tot ondergang gedoemd. Duitsland, dat totale vernietiging tegemoet ging, gaf zich onvoorwaardelijk over. Generaal von Blaskowitz ondertekende de overgave van de Duitse troepen in Nederland. To surrender all German forces in Holland, in Northwest Germany, including the Frisian Islands, to the Commander-in-Chief 21 Army Group. These forces to lay down their arms and to surrender unconditionally. Duurde tot diep in de nacht en de volgende en de volgende. De oorlog in Europa was voorbij.